Dan heb je 90 minuten in deze hitte gespeeld, een teleurstelling moeten verwerken en dan moet je ook nog de supporters van het veld afsturen. Ja, ja. Nou, precies wat je zegt. Dat hoort bij aanvoerder zijn dan? Ja, ik ken ze gelukkig al wat langer. Ze luisteren wel naar je? Bij Rijnsburg lukt het, maar het lukt me wel vaak. En dan hoop je dat je het nu ook een beetje rustig kan krijgen, maar of het lukt? Dus... Maar we hopen dat het daar rustig blijft even, anders sturen we jou er gewoon weer op af. De wedstrijd. Ja, een moeilijke wedstrijd. En je weet dat TSC een ploeg in vorm is. Maar zijn jullie ver van jullie beste niveau weggebleven? Ja, absoluut. Ik denk dat wij geen draak van een wedstrijd spelen. Als we nog geen eens voor elkaar krijgen om gewoon een paar ballen simpel naar elkaar toe te spelen, dan houdt het op. En tuurlijk zit er wat meer spanning op vandaag. Maar je moet gewoon je wedstrijden alsof het gewoon een normale wedstrijd is. En dat lukte vandaag niet helemaal. Tweede helft kwam er een plan B. Jullie gingen wat anders spelen. Werkte dat, vond je? Nou, ik vond 10 minuutjes. De eerste 10 minuten ging het aardig. Maar daarna werd ook weer veel te snel de lange bal. Ik denk, we willen dan vanaf de zijkant ballen erin spelen. Maar ja, moeten we die ballen er wel krijgen? En ik zeg het, dat lukte vandaag niet. Komt de uitslag van Kozakken Boys ook door? Ik denk het wel, hè? Jullie weten dat die ene goal zo belangrijk is. Nee, ik hoor nu net pas dat ze 1-0 gewonnen hebben. Echt waar? Ja, echt waar. We wisten sowieso dat die ene goal heel belangrijk was. Wat ik vorige week al heb gezegd, iedereen blijft maar roepen, Katwijk is er, maar we zijn er nog lang niet. Dat blijkt maar. Jullie hebben het nog in eigen hand, alleen dat geldt nu ook voor Kozakken Boys. En het lijkt erop dat we een slot van de competitie gaan krijgen in Werkendam, waar de kampioen bepaald zal worden. Ja, daar kijk je niet naar uit, denk ik. Ik had het liever eerder beslist gehad, maar als het daar moet gebeuren, dan gaat het gewoon daar gebeuren. Zo simpel is het ook.